4 foto's. Wat valt je op? Wat valt me op? Ja, we hebben meisjes onder 19, jong Oranje, jongens onder 17 en het Nederlands elftal. Maar wat valt je op qua type foto? Ja, ik zie wat je bedoelt. Zij staan allemaal heel netjes met of hun rechterbeen of linkerbeen naar voren. En bij ons staan wij ook heel netjes eigenlijk. Allemaal gehukt. Vind je dat jullie netjes zijn, ja? Nou, wij staan wel allemaal hetzelfde. Kijk, allemaal gehurkt hier. Ayan die heeft ongelofelijke O-benen, zie ik in één keer. De Faan die hoort aan de zijkant, wist je dat? De Faan, wacht even hoor. Die jij vast hebt? Ja, die hoort aan de zijkant. Is dat zo? Dat is zo, ja. Wij vroegen ons eigenlijk meer af hoe een groep volwassen mannen het niet, die fantastisch kan voetballen, het niet voor elkaar krijgt om netjes op de foto te gaan. Ja, dat is wel een aandachtspuntje. Dat dachten wij ook. Ja. En we zagen hier ook, dan probeer je het wel heel goed. Kijk je alleen net niet in de camera. Ja, en dat vaantje hangt ook half op de grond, dus... Ja, dat is wel een aandacht. Puntje van aandacht, dat dachten wij ook. Maar ik vind dat ook heel mooi, moet ik zeggen. Heel netjes. Ja. We zijn heel erg benieuwd hoe jij dat aanstaande vrijdag gaat doen. Heb je al een idee? Nou, ik ga er wel even over hebben met die jongens. Ik vind het wel een goed punt van jou. Dus bij deze kunnen we afspreken dat jullie vrijdag keurig opgeleid op het veld zijn voor de teamfoto? Ik ga het proberen te realiseren.